Hallo mede gamergeeks, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jim en ik ben niet alleen, want ik heb Vincent en Johan. Yo, yo, yo. Hoi. Via het internet bij me. En wij gaan spelen de game Fortnite. Dit is een game die is gemaakt door Epic Games. Zij zijn de laatste tijd op een grote free-to-play streak met Paragon en Unreal Tournament. En nu dus deze game. Hij is nu nog niet gratis. Je kan de Early Access aanschaffen. En nou ja, goed, wij hebben een aantal codes gekregen, dus we gaan die game een beetje spelen. En wat het is denk ik het beste te omschrijven als een soort Dungeon Defenders of Orcs Must Die. Gecrossed met een zombie shooter en dat dan weer gecrossed met Minecraft-achtige elementen. Het is best ingewikkeld. En dat klopt helemaal, want we hebben ontiegelijk veel gevloekt bij het opstarten van dit spel. Ja. Een enorme learning curve. Ja, precies. Ja, je hebt bijna 10 verschillende interfaces waar ontzettend veel dingen in staat. Wiskunde A, B, C, D, dat is er niets bij. Maar ik heb de indruk dat Johan nog een beetje bijles moet krijgen. Maar Jim en ik die kunnen binnenkort aan ons Fortnite-examen gaan beginnen. Ja, ik verdedig wel gewoon. We hebben de basis, hebben we, denk ik, down. Want je hebt dus te maken met zombies. Je hebt te maken met dat je dingen moet bouwen. Maar het menu waar we nu in zitten, dat zorgt bij mij de meeste koppijn. Want je hebt dan heroes. Dat zijn de characters die je kan kiezen. Dan heb je kennelijk een squad bonus. Dan heb je kennelijk mission defenders. Dan heb je squads die je kan indelen. Die hebben allemaal een eigen XP. Maar die eigen XP geldt ook weer voor wapens. Want die kan je allemaal apart upgraden. Dan heb je ook nog eens twee typen skill trees. Namelijk een skill tree tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. En dan heb je een fucking tech fucking skill tree. Nou ja, veel te fucking ingewikkeld. Je moet eigenlijk gewoon de game een beetje spelende wijze leren. Het is alleen jammer dat de game je meteen overrompelt met al dit soort shit. Het kan mensen echt afschrikken en gewoon denken van fuck it, ik ga het niet spelen. Ja, maar ik schrok er in het begin ook vanaf. In het begin dacht ik echt van nee, dit is gewoon te veel. Ik heb hier geen zin meer in. Ik speelde dit op de PlayStation aanvankelijk. Dat hele cross-platform wat kregen wij niet was, aan de praat. Dat kregen we inderdaad niet aan de praat. Ik schijn dus nu twee accountnamen te hebben. Eén voor op de computer en één voor op de PlayStation. En die werken niet hetzelfde. Dus de vrienden die ik op de computer heb, zijn niet dezelfde vrienden die ik op de PlayStation heb. Nou, dat vond ik heel erg vreemd, dan heel erg jammer. Waarschijnlijk weer via PSN en dan via, nou ja, whatever. Ja. Geen idee hoe dat allemaal. En dan, want je hebt een Epic-account en een PlayStation-account, whatever. Dat werkte gewoon niet. En je hebt lama's. Ja, ik wou net zeggen. Je hebt ook lootboxes in de vorm van lama-pinata's. En je hebt natuurlijk ook, want het wordt een free-to-play game, je hebt ook een store waarin je extra munten kan kopen en niet alleen maar een normale bundel waardoor je gewoon de game kan spelen, maar ook gewoon een dikke vette bundel van €110. Assassin's Creed bundel. Ja, echt hè. Het is echt gewoon die bij mij nog steeds €90 is, hè. Ik zweer het je, hand op mijn hart. Echt? Bij mij staat €90. What the fuck, waarom staat er bij mij 110? Omdat ze weten dat jij wel vaker geld uitgeeft dan free-to-play games. Ja, lees eentje en dat is Heroes of the Storm. Nou goed, we gaan het zien. De missiestructuur is ook niet echt wat je zou verwachten. Want bij bijvoorbeeld een Left 4 Dead of een Orcs Must Die, daar heb je gewoon een level. En dat ga je spelen. En dan in het geval van Left 4 Dead heb je van die campaigns dat je dan naar het volgende level kan. Maar dat hoeft niet. Hier werkt het als een soort, tot nu toe dan, als een soort campaign. Dus wij zijn in Stonewood. We zijn al bij quest page nummer 4. We hebben al het een en ander gedaan, zodat we een beetje de game konden doorkrijgen. En we hebben dus een aantal locaties. En we hebben een nieuwe missie. Retrieve the data. Dus ja, die gaan we doen, denk ik. Yes. Let's go. Let's go. Gaat hij natuurlijk een lobbytje aanmaken. Ik zou trouwens aanraden om hem op private te zetten als je met vrienden speelt. Want anders heb je toch zo'n eenzame, rare piep erbij. dit is onze squad nu. Ik ben duidelijk geïnspireerd op Lara Croft. Vincent is duidelijk Marty McFly. Maar dan de met een baardje. Met een baardje. En wat Johan is, Borderlands-achtig, geen idee. Of een houthakker, dat kan ook. En dit is eigenlijk ook de locatie waarin je een beetje je wapens kan selecteren en zo. Ook dat heb ik nog niet helemaal door, want er zijn wapens die je moet craften voordat je ze kan gebruiken in een match. En er zijn wapens die je al hebt en er zijn ook nog eens wapens die je kunnen breken. Nog niet helemaal door. Het is gewoon fucking ingewikkeld. Ja. Ik weet niet of ik nu gewoon, als ik nu een wapen craft, of ik die dan in-game zo meteen heb.
Ja, exact. Ja, dat is een beetje... Ja, het is fucking verwarrend. Ja. De game... nogmaals, de game gooit alles in één keer op je af. En... ja, communiceert dingen gewoon niet goed. Jim, dat is wel vervelend. Ja. Jim, we hebben nog 1 minuut. Wat moeten we gaan doen straks? Nou ja, ik zit er al in. Dus ik kan een beetje een introductie geven. Ten eerste... de graphics, die vind ik wel echt te gek. Ja, het ziet heel tof uit. Ja, het is een tof stijltje. Een beetje... ik hoor mensen nu al, het is Overwatch. Nou, niet alle cartoony dingetjes zijn Overwatch, vind ik. En ik heb een pickaxe. En dan denk je, dat is met Minecraft. Dat klopt, want ik kan Minecraft... ik kan crafting materials halen door bepaalde dingen te slopen. En dit is handig, want daarmee kunnen we zometeen onze fortifications bouwen. Voor de defenses, die we volgens mij moeten hebben. Denk ik. Onze missie op dit moment is om een landing site te gaan vinden. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ik zie Vincent al het een en ander slopen. Vincent is hij is een beetje onze bouwer. Hij is onze Bob, de bouwer. Nou, ik ben aan het laden ook. Ik ben druk bezig met het verzamelen van resources op dit moment, zodat ik straks de lauwe shit kan bouwen. Ja, Vincent weet al heel goed hoe dat werkt. Ik heb echt nog geen idee. Maar goed, ik ben dan ook een soldier class. Er schijnt ook nog verschil in te zitten in wat voor type soldiers je bent. Ja, maar dat zegt niks, Jim. Ik bedoel, mijn poppetje is technisch gezien een constructor. Oh. Nou, ik construct helemaal niks. Maar ik kan wel wat dingetjes laten zien. Ik kan hier bijvoorbeeld even een trap neerzetten. Dat gaat super snel. En dan kan ik hier een vloer aandoen. Zodat ik hier mijn weg naar boven kan vinden. Zodat ik deze resource kan verzamelen. Ja, het ziet er een beetje uit als Fallout, denk ik. Fallout 4, dat crafting systeem. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik deze... voor de ervaring die we nu hebben met dit spel... dat ik het net iets beter verwerken. En met net iets beter bedoel ik dan eigenlijk wel meteen veel beter. Oké. En wat ik dus ook wel geinig vind eigenlijk is dat in dit soort levels moet je eerst splitten. In plaats van, althans dat is wel effectiever als je snel je mission objective wil vinden. Wat ik op zich ook opvallend vind. Ik heb al wat zombies gedood, gek. Echt? Oh, ik ben er echt nog geen eentje tegengekomen. Ik heb wel... ja, ze staan dan te slapen. Dat is heel raar. Oh ja, ik heb wel een Dixie. En die Dixie... En in die Dixie kwam water. Dus ik weet niet wat daar is gebeurd, maar dat is niet goed. Deposit 3 blue goo to activate team boost. Ja, daar was ik ook mee bezig. Oh ja, ik heb ook een paar slapende zombies gevonden. En slapende zombies wakker maken. Ja, te laat, sorry. Oh. Even kijken, 50% of the map. Oh, shit. What the fuck, guys? Wat ik is word er ineens infeed. Wat? Echt? Ja. Kut, waar ben je? Ja, Ben je zeg maar noordelijk of ben je zuidelijk? Ik ben in het midden. Ja, maar oké, ja, godsamme. Zijn wij aan de zuiderkant op jouw kompas? Ja, jullie zijn meer zuidelijk, maar het is al gefixt. Oh, ik heb de landing zone gevonden, jongens. Top. Is al gefixt. Ik heb hier een kattoetje. Oké, dus wij gaan zo meteen hier de bouwfase in. Of althans, kunnen we eigenlijk nu al doen. Gaan we voor houten fortifications? Ik kom nu die kant op. Nou, ik kan alvast een beginnetje maken, denk ik, her en der. Door gewoon een paar muurtjes al neer te zetten. Ja, we hebben nog een kwartier, jongens. Ja, dat is waar. En wat ik best wel cool vind, is dat je dus ook muren kan aanpassen door hier die vakjes te selecteren. Zodat ik nu bijvoorbeeld een klein muurtje heb. Oh ja, je bent inderdaad al met de aardig begonnen. Ja, en ik kan dus ook deze nu editen, zodat dat ook een klein muurtje wordt. Zo, bam. Dus dit vind ik vind dit oprecht tof gedaan. Dat als dit eenmaal werkt, dan werkt dit ook echt lekker. En als je denkt, hé, maar ik wil door deze muur heen, dan kan je daar... een deur inbouwen door dat te doen. En dat is eigenlijk het enige wat die tutorial je leert. De rest moet je een beetje zelf uit gaan vogelen. Ja, en je kan dus ook vloeren neerzetten. Dus ik plaats hier gewoon even wat floors. En dan moet ik naar mijn inventory. Ja, mensen, het is ingewikkeld. Naar mijn inventory. En dan heb je daar ook traps.
Oh kut, ik had beter gewoon iets van steen kunnen bouwen. Dus ik heb nu een trap gebouwd. En die kan ik dus hier neerzetten. En dit is waar heel veel mensen die Orcs Must Die of Dungeon Defenders hebben gespeeld... waarschijnlijk zoiets zullen hebben van... hé, hey, dit herken ik. Komen de zombies deze kant op of vanaf die kant? Ik heb eigenlijk geen idee. Dus Oké, ik ben er nu ook eindelijk. Oh shit. Maar gaan we dit helemaal volbouwen? Wij hebben aan de verkeerde kant gebouwd, yo. What the fuck? Ja, want ik zie duidelijk dat ze daar vandaan komen. Hier bij die paarse gekke dingetjes. Oh daar. My god. Oeps. Maar maakt niet uit, we kunnen hier... We kunnen toch gewoon een hele omheining bouwen? Dat is toch het blauwste? Ja, dat is waar. En we weten natuurlijk ook niet wat er zo meteen nog gaat gebeuren. Oh, ik heb geen hout, guys. Maar dan hak je een boom. Van nul. Hak een boom om dan. It's what I do, man. It's what I do. What do I do? What do I do? Moet hij eigenlijk ook gewoon een muur van maken. Oh shit. Oh, ik heb voice commands. Edit. Ik ben wel benieuwd of die enemies nu weer een tandje sterker zijn dan... Net. Dan daarnet. Ja. Ook wel benieuwd, nee, inderdaad. Want het ging, nou ja, flauw gezegd, ging best wel makkelijk. Ja, dat klopt oh, wel. Oh shit, ja. Ik ben vastgeglitcht. Oh, wacht, ik sla even die steen niet. Om die uit. Hè? Maar volgens mij gaat dit wel werken, dank je. Juist. Dat mis ik wel. Ik mis wel een functie dat je je eigen dingen snel weg kan halen. Want we zijn nu soort van genoodzaakt om het op die manier te doen. Nou, jongens, wordt een prachtig huisje dit. Maar inderdaad, wat je zegt, dit werkt zoveel beter dan in Fallout. En ik merk nu ook gewoon, nu we ook de game wat meer hebben gespeeld, wij hebben nu veel meer lol hierin dan... Ja. Eerder vanmiddag. Eerder vanmiddag was het echt van... Fuck deze game. Verdomme. Kutzooi. Ik ga stoppen ermee. Ik stop ermee. Ik ga het niet meer spelen. Ik ga wat wall traps plaatsen als ik daar de resources voor heb. Met de nadruk op als ik daar de resources voor heb. Wall? Nee, kut. Heb ik nou de verkeerde gebouwd? Probably. Wall darts. Ja, kut, heb ik nou geen goede resources. Kijk hoe hoog ik ben. Hey, kijk hoe hoog ik ben. Oh, what the fuck? Jezus, Johan. Kijk hem dan, ga hem dan. Hoe heb je dat nou weer gebouwd? Ik ga hier gewoon met een sniper rifle staan. Ja, doe je ding. Ik ga er wel voor zorgen dat het even lauwer uitziet. Oh, shit. Ja, dit soort dingen vind ik dus fucking grappig dat dit kan, hè. Gewoon, moet je kijken, joh. Oh, damn. Even kijken, ik ga even een sniper rifletje. Ja, ik ga dus even kijken of ik nog wat crafting materials kan pakken. Zodat... Ja, je kan je wapens kun je ook recyclen, eventueel. Oh. Ja, niet allen. Dat is ook weer heel onduidelijk. Ik weet ook helemaal niet wat voor materials ik eigenlijk nodig heb voor die wall traps. Ik wil die wall traps zullen ik doen. Nee. Dat weten we dus allemaal nog niet. Hoe bouw ik nou... Ik weet alleen dat voor floor traps heb ik duct tape nodig. En duct tape kan je weer craften. Ja, ja, mensen. Oké, even kijken. Een wall. Wall dart. Oh, ja, ja, ja. Oké, ja, juist. Bam. Wat is dit? Moeten we hier eigenlijk ook geen muur neerzetten? Zo van... Fuck you. Wel ietsjes mooier maken natuurlijk. Edit. Confirm. Waarom doet hij dat dan niet? Oh, omdat hij hem nog aan het bouwen is, denk ik. Denk ik? Nou. Hey guys, ik ga hier gewoon staan. Ja, top. We komen. Hij wil mijn muurtje niet kleiner maken. Waarom doet hij dat nou niet? Nou, hij doet het wel, maar niet zoals ik het wil. Jezus, ik ben 8 minuten te vroeg klaar. Whatever. Ik heb geen hout meer ook. Nou Johan, wat we kunnen doen is even wat teringveel traps bouwen hier. Ja, ik moet even hout hebben, joh.
En wat ik hier dan ook even ga doen, als jullie het daarmee eens zijn, is hier ook een ceiling van maken. En dan kunnen we daarmee weer een ceiling trap neerzetten. Oh jezus. Hier, bam, ceiling trap. Als we gewoon die traps inderdaad op die spawnplek neerzetten van die beesten, dan ja, wordt het... daar was ik al mee bezig. Oh, kijk hem gaan hier, die hele vloer. Ik ga hem helpen, maar ik heb even... Hey, er staat hier een auto. Oh. Nou, ik heb daar die zijn best wel zeldzaam in het level. Iets van een kramp... Oh, ja, oké. Nee, ik kom er niet aan. Oh, wel. Twijfel. Nou, we hebben hier al een soort trapconstructie hier, hoor. Met die wall traps hier en die ceiling trap daar. Goed, ja, het kan natuurlijk inderdaad altijd beter. Ik doe ook mee met je... Hey, dit komt helemaal goed. Traps. It's a trap. Nou, ik denk dat het appeltje eitje wordt dit. Je krijgt ook best wel veel tijd om echt iets leuks te maken. Want we zouden hier nog echt een heel fucking kasteel van kunnen maken. Ja, inderdaad. Nou, ik ben in ieder geval weer wat hout aan het hakken. Gaat hier ook gewoon allemaal traps neerzetten? Ja, toch? Ja, ik heb de absolute materials niet voor. Denk ik. Oh ja, kijk, wat heb dat ik allemaal. Is het inderdaad. Zo. Shoot 6 darts. Heb ik weer dingen niet voor. Hout niet. Oh, oké. Okay. Nou, ga ik voor boompjes... nakken. Oh, Johan is hier terug. Wat? Ik was hier al de hele tijd. Oh. Ik dacht, je was echt best wel ver naar een... Oh, ik heb alleen geen materials om traps te bouwen. Als je duct tape nodig hebt, die kan eigenlijk je... Eigenlijk niet wat ik nodig heb ervoor. Dat kan je zien in je inventory, met I. Dan zie je daar wat je soort van nodig hebt. En het is even uitvogelen voordat je weet wat waar vandaan komt. Hij gaat echt alles insluiten hier. Oh nee. Hashtag spawn rape. Ja, inderdaad. Weet je wat gewoon nog erger zou zijn? Als Johan dan zo meteen daarboven gewoon gaat... Destroy the balloon to drop the data and begin retrieval. Oh, moeten we dat doen? Moeten wij het doen? Ja, we kunnen het zelf gewoon doen. Oh, wat moeten we doen dan? Destroy the balloon to drop data and begin retrieval. Ik ga er wel even naartoe lopen. Kijken of we die shit kunnen triggeren. Ja, ik denk dan ga ik naar Posish, want voordat ik daar boven ben. Ik denk, we moeten gewoon nog fucking 5 minuten wachten, joh. Maar dat is volgens mij ook niet nodig. Dat is wel handig, denk ik. Juist. Make sure your defenses are ready. Nah, joh. Ben je er klaar voor, Vincent? Ja, ik ben wel ready. Oké, nou dan schiet ik die ballon gewoon naar de kloten. Daar moet je nog best wel moeite voor doen ook. Nou, daar gaan we. Oké, nou, de ballon is ook... We konden dat dus sneller doen, dat grapje. Ja, veel sneller. We have liftoff. Maar goed, dat wist ik ook niet. Ook al stond het er waarschijnlijk met dikke koeienletters boven. Ik ga eventjes hier een deur erin bouwen. Oh, shit! Schrik me de tyfus. Oh, shit. Hè? Hoe de fuck komen ze daar dan? Hoe komen ze daar op? I got you, man. Nou, dat was hem. Nee, hij moet 14 files gaan downloaden. Fatty. Boom, fatty, boom, boom. Oh my god. Oh shit, er is een vloertje kapot. Wat gebeurt er? Oh God, no, hoe dan? Staat er bij jullie ook Stormtrack has been corrupted? Ik heb een soort corruption spell, heb ik. Ja, het staat bij mij ook. Yeah.
Yeah, dus we gaan wel echt midden in de actie staan, hè? Tuurlijk gaan we midden in de actie staan. Waarom denk je dat we die defenses hebben gebouwd? Alleen maar als we moeten retreaten. Anders zijn we gewoon Aragorns en Gimli's. 28! 29! 17! 18! Bring it on, biatch. Ah, ik heb wel echt die dungeon defenders vibe, hoor. Ja, ik... dit is wel vermakelijk, dit. Het is alleen jammer dat wij nu op het punt van de game zijn gekomen dat we het soort van snappen. En dat het te makkelijk is. Veel te makkelijk. Not enough ammo, jezus. Hup, craften die allemaal. What the fuck, guys. Want er komen natuurlijk op een gegeven moment levels dat je echt van meerdere fronten wordt aangevallen. Hey, our fort's getting beat up. Maar wat ik ook wel lekker vind, de besturing werkt gewoon goed, weet je wel? Echt, ik krijg alleen maar errors bovenin, hè? Ja, nee, dat zijn die files die ze nu aan het downloaden zijn. Dat is van de Dat hoort bij de game. Ja, dat is de story, soort van. Oh, ik dacht echt dat ik alleen maar errors binnenkrijg. Dat zijn die data-files die we nu proberen te downloaden. Mijn weapon durability is low. Godverdomme, raak ik ook al dit wat fucking wapen kwijt. We lost a file. Oh shit. We worden toch niet stiekem aangevallen, hè? Nee. Spannend. Jongen. Het lekker, jongens. Bam, bam, bam. Oh, shit. Reloading. Zombie achter mijn bakkers. Grenade. Dus je wapens kunnen ook kapot gaan. En ik heb geen idee hoe ik dat moet fixen. Let me check my inventory. Jullie redden het wel, toch? Oh. Ja hoor. Ja hoor. Oh, dit is sowieso een handmade assault rifle, dus... Kut, deze kan ik weer niet craften. Boomer! Cut. Got him! Oh. Ik doe het wel even, ja, het gaat allemaal net iets te makkelijk. Ja. Daarom zei ik ook net van, ik hoop dat het wel even... even een tandje moeilijker wordt ofzo. Het zijn ook alleen maar dezelfde zombies. Oh, er is eentje door. Oh, rustig. Hij gaat al helemaal in een soort van een Jack Bauer modus met alleen een handgun. Ja, je moet toch de variatie er een beetje in houden. Zodat het nog een beetje spannend is. Nog anderhalf minuut, jongens. Komt goed. Hey, godverdomme. Eentje met een bijennest op zijn hoofd. Nog 1 minuut 30, guys. Let's do this! Oké. Easy peasy lemon squeezy, man. Jongen. Ja, dat is toch veel te makkelijk. Come on. We zijn nog aan het begin van de game. Kijk nou wat we hebben gebouwd. Kijk nou even naar boven. Net waren we nog aan het schelden. Dat hey, niks... maar deze is wel langs, langs onze linie gekomen. Oh, hoe kan het zo zijn dat de helft van onze satelliet is aange... Jongens, wat is dit?
Hoe kan dit? Des S. Hoe kan dit? Wie was hier verantwoordelijk voor? Nou, ik niet. Wie was hier verantwoordelijk voor? Ja, ja, jongens. Wie ging de lucht inbouwen? Ik heb de lucht inbouwd. Je hebt niet eens de grond afgebouwd. Er is een stukje helft van onze helft af. Dat kan niet. Bijna klaar. Nee, dit had een 100% goed moeten zijn, dit. Perfect. Perfect. And you just ruined our perfect. Hyper uppercut. Volgende keer beter. Oh shit, nu komen er best veel, denk ik. Oh, kut. Wow. Yeah. Yay! Nou. Yay! Jongens. Yay! Springen met z'n allen. Teletubbies. Yay! Wauw. Yay! Dus kunnen we die tent weer afbreken? We hebben brons. Godverdomme. We hebben victory. We hebben het fucking goed gedaan. Brons. Fuck you, man. Echt. We hebben wel allemaal 12. Dit is wel toevallig, dit. Oh nee, bij jou. Ja. Lekker. 3 skill points erbij. Nou, je krijgt dus level 1 loot, level 2 loot. Oh, wauw. Ah, nee. Kissies. Level 3. Nee, het level aantal 3. Level loot, dat hangt af van hoeveel, hoe goed je items dan zijn die uit deze loot chest komen. Nou, ik beam me up, Scotty. Ik ga even naar de homebase. Hero XP, crafting item, quartz crystal, geen idee. Die heb ik ook. En ik heb people. People! Use the transform heroes, survivors and defenders. Transform. Ook nog, hebben we ook nog transformers. 45% water vapor. 45% volatile compounds. Nou, dus we zijn inderdaad in de armory en heb je allemaal... Crap. Allemaal dingen waarvan je geen reet snapt. Nope. Allemaal dingen. You get crap. Everybody gets crap. Ja. Jongens, het was me een waar genoegen. Ja, het is een ingewikkeld spel. Maar het is er wel eentje die ik zeker nog door wil spelen. Om te kijken of de uitdaging erin zit. Als je het eenmaal snapt. En, ja, zeker. Al die slotjes hier, die wil ik weg hebben. Dus, challenge? Keihard. Ja, nee, niet alle slotjes, maar hè, dat ik sowieso zo'n squad kan vormen en zo. En, ja, dat is nu toch wel zuur. Inderdaad, want wat is de deal met al die squads? Fireteam, gadgeteers, weet ik veel wat ik hier allemaal heb, scouting party. Ja, het is best... uitgebreid. Ja. Dus vandaar. Nou mensen, leuk dat je hebt gekeken naar deze video. En tot de volgende. Yes, later.